Dit is een bespreking van het vijfde stukje van paragraaf 41 van boek 21 van Livius ab Urbe Condita. Aan het woord is nog steeds Scipio, die zijn nieuwe leger toespreekt in de Po-vlakte, vlakbij de rivier de Ticinus. In het voorafgaande heeft hij het vooral gehad over de zwakte van de Carthagers. Nu gaat hij zijn milites, zijn soldaten, rechtstreeks aanspreken. Milites, soldaten. Scipio spreekt hier dus rechtstreeks zijn leger toe. Vos ego. Ik is dus Scipio, vos zijn die soldaten. Ego, en het werkwoord wat bij ego hoort, dat staat daar. Ik zou willen. Daarvan hangt een ACI af, die staat daar. Ik zou willen dat jullie strijden, itaque daarom. Niet alleen A, maar ook B. Non solum sed etiam. Eo, dat congrueert met animo. Niet alleen met die moed waarmee jullie gewoon zijn te vechten, natuurlijk, tegen vijanden, tegen andere vijanden. Ik zou niet alleen dat jullie je normale moed betonen, maar ik zou ook willen dat jullie strijden, moet je aanvullen, cum indignatione, met verontwaardiging, met een quadam van quidam, met een bepaalde verontwaardiging en woede. En wat die bepaalde verontwaardiging en woede dan is, dat legt Scipio nu uit. Velluzzi, net alsof jullie zouden zien, net alsof jullie zouden zien, daarvan afhankelijk een ACP, slaven dragende, staat er letterlijk, een PPA, net alsof jullie zien dat slaven dragen, leidend voorwerp daarvan is wapens, de wapens oppakken, dat jullie slaven de wapens oppakken, plotseling tegen jullie. In het voorafgaande heeft Scipio al gezegd dat hij de Carthagers als hun slaven beschouwt. Dan een anafoor van Licuit, de volgende zin begint ook met Licuit. Het was mogelijk voor ons natuurlijk, voor de Romeinen, om te doden. Het was voor ons mogelijk om te doden. Hen, moet je die Carthagers moet je als leidend voorwerp aanvullen. Om hen te doden, ad ericem, bij de Erix. En dat beleg heeft Scipio in het voorafgaande ook al over gehad. Het stond ons vrij om hen te doden, ingesloten bij de Erix, dat is een berg op Sicilië, te doden met de uiterste straf van de menselijke straffen, moet je aanvullen, namelijk met honger. We hadden ze bij dat beleg kunnen uithongeren, zegt Scipio. Licuit, het was voor ons mogelijk, we hadden gekund, de zegevierende vloot naar Afrika overzetten. We hadden dus onze vloot naar Afrika kunnen overzetten na die overwinning. En binnen dagen, binnen weinig dagen, zonder strijd, zonder enige strijd, hadden we Carthago, Carthaginem in de accusatieve natuurlijk, kunnen vernietigen. Dat hebben we niet gedaan. Hier zit dus een tegenstelling in. Veniam, vergiffenis, vergeving, hebben wij gegeven aan de smekenden, toen zij dat vroegen, heb ik vertaald. We hebben weggestuurd, we hebben ze laten gaan, ex obsidione, uit die bezetting, uit dat beleg van de Erix. Vrede met overwonnenen hebben wij gemaakt, gesloten heb ik uiteraard vertaald. Wij hebben vrede gesloten, cum victis, met de overwonnenen. Tutelae deinde nostrae duximus. Wij hebben het beschouwd als letterlijk van onze bescherming. We hebben hen beschouwd als van onze bescherming. Dat staat er letterlijk. Vervolgens, of tenslotte, vervolgens hebben wij gedacht dat die Carthagers onder onze bescherming stonden. Op een later moment is de bedoeling, toen, hier staat wel een ablativus achter, maar dat cum is een voorzetsel met de conjunctivus urgerentur, toen ze in het nauw gebracht werden, toen ze onder druk kwamen te staan in een oorlog, in een Afrikaanse oorlog. Die Carthagers zijn ooit aangevallen door een buurvolk. De Romeinen, zegt Scipio, hebben hen toen geholpen. Pro his impertitis, impertita, dat zijn weldaden. Met dat impertitis congrueert his. Voor deze weldaden, als beloning of als voor deze weldaden,
veniunt, komen zij nu, in presens uiteraard, komen zij nu om te bestormen. Dit is een aparte vorm, een supinum heet zo'n ding, om te bestormen patriam, het vaderland, nostram, ons vaderland. Dus veniunt opugnatum betekent zij komen om te bestormen, leidend voorwerp daarvan patriam nostram. En dat doen ze sequentes van sequi, volgende, een PPA, een furiosum juvenem, een waanzinnige jonge man. Daarmee wordt uiteraard Hannibal bedoeld. En nu volgen ze een gekke jonge man om ons vaderland te bestormen. Adque en utinam met de conjunctivus geeft in dit geval een wens aan die niet in vervulling komt, of een onmogelijke wens. En de conjunctivus die daarbij hoort is esset. Dus adque utinam esset betekent en ach, was dit maar. En dat is het dus niet. Was dit maar een kertamen, een strijd. En dat staat daar. Was dit maar een strijd of was deze strijd maar, kun je ook vertalen, pro decore tantum, voor de eer tantum alleen maar voor jullie. En niet et non pro salute en niet voor jullie behoud. Dus Cicero Scipio eindigt hier met de opmerking dat deze strijd gaat om de redding, pro salute en niet alleen maar tantum pro decore. Dus kortom, soldaten, milites, doe je best.